vannacht is hier die verdampte spielerij. Ja, heel blij om nu virtueel bij jullie te mogen zijn. Het is niet evident, maar hey, we zitten hier in Gent. Ah, zes mooie mannen op een rij, speciaal voor jullie. Ah, het is misschien nu niet de maand mei of juli, maar of juni of augustus of hoe dat zit. Maar godverdomme, we zijn blij dat de tijd van COVID er bijna op zit. Bijna voorbij. Bekanst is het rijk van Varanst voorbij. En ik zeg u, dan staan wij er weer. Niemand minder dan die verdampte spielerij. Ik heb al de hele tijd niet meer zoveel mogen zeggen, want we waren altijd maar thuis en ik had dan niks meer te doen en ik zat dan thuis te wachten. Ik kon alleen maar de afwas doen ofzo, van toen ik niet thuis zit. En ik mocht alleen niet veel in mijn buiten, ik moest om 12 uur al thuis zijn. En ik zei bij mezelf, maar Stefan, wat is dat nu, wat is dat? Die tijd moet hier toch ver gedaan zijn, zeker zitten. Hoe zit dat nu eigenlijk feitelijk? Die verdampte spielerij kan niet meer gaan spelen, maar dat hier moet hier voorbij gaan zijn. Hey, COVID, corona, hey, kom dan maar volgens mij trots eruit. En ik dacht bij mezelf, kom aan Stefan, nu moet je er weer voor gaan. Anders moet je er weer gaan klaar voor staan. Ah, voor een camera gaan staan. Dat je weer iets kunt gaan doen, dat je tonen dat je er bent. En dat je daar zeer bijzonder blij mee bent. En dus, lieve mensen, we zijn er weer. Die verdampte spielerij, keer op keer. Al 15 jaar lang maken wij de wereldpodia. En iedereen creatief bang. Ah!